Ja, vrienden, we moeten het toch even hebben over de Meilandjes. Ja, er is geen ontkomen aan. Ik zit te kijken naar de tv, want ik kijk dan met een half oog even mee met Jut. Maar, vrienden, dat heb ik maar een paar minuten volgehouden. En toen ben ik er al mee opgehouden met Chateau Bijstand. Hoe verzin je de naam alleen al? Maar goed, hoe je het wil zien en hoe je het wil bekijken, het kan gewoon niet. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen. En dan kan je wel zeggen, ja Harry, daar ga je weer. En dan kom jij weer met je morele kompas. En noem het allemaal op. En vrienden, dat is allemaal niet nodig. Het is gewoon ook een beetje het gevoel rond de navel, zeg maar. Dat gevoel daar, in die streek, die geeft meestal al aan of dingen wel een beetje kunnen, ja of nee. En dit valt in de categorie, het kan niet. In ieder geval, dat vind ik dan. En wat iedereen voor zichzelf wil, en want er kijken dus 1,1 miljoen mensen nog naar, hoe is het mogelijk? En die vinden dat dus kennelijk dan leuk. Maar als je toch de eerste minuten, dan zie je al iemand die gaat zijn wenkbrauwen moet hij laten verven. En dat vindt hij dan belangrijk, terwijl hij dus zogenaamd bijstand gaat spelen. Totaal geen benul van hoe het zit en wat het allemaal inhoudt. En dat hebben ze bij Talpa al helemaal niet, want die hebben helemaal niet een thermometer in de samenleving zitten. Die weten helemaal niet wat er zich afspeelt. Nu, op dit moment, mensen in armoede het gewoon heel erg moeilijk hebben. En dat je dan op dit moment, daar gaat het om, nu, met al die problemen, met alles wat duurder wordt, en het is niet te betalen, en het gas en de boodschappen, en dat je dan nu geen rijke luis spelletjes moet gaan spelen met armoede. Dat is wat je doet. Je gaat dus met je rijke luishoofd, ga je daar, wat je lopen gillen en doen, en wat is hier klein, en wat is het hier. Dat ga je dus dan niet doen op dit moment. Nee. En die rijke luisfiguren hebben ook geen idee, die Meilandjes, hoe het is voor iemand om in armoede te leven. En dat je elke dag moet rekenen en tellen en krabben hoe je de dag doorkomt. Want dat is het dan, hè? Dat je 's nachts wakker ligt. En dat je dan ligt te piekeren hoe het verder moet. Daar hebben ze toch geen benul van. Want je gaat een maand lang met je rijke luishoofd, ga je een spelletje spelen over, hoe kom ik er nog wel uit met mijn centjes. Dat is gewoon een spel. En dat moet je dus niet doen met armoede. Dan neem je armoede niet serieus. Dat is respectloos, beste vrienden. En daarom kan dit niet, wat er nu gebeurt met de Meilandjes.